Goedendag, we zitten vandaag net eventjes tussen de storingen in. Dat betekent dat het op veel plaatsen droog is met wat ruimte voor de zon. Maar het zou toch soms een beetje dreigend kunnen worden, zoals hier op de camping. En dan zou er misschien een enkele buien kunnen ontstaan, maar het zijn geen zware buien. En de buien trekken ook snel weer weg. Alleen in het noordoosten, daar kan het vandaag toch nog wat langer regenen. Zeker vanochtend komen er nog een paar buien voor. En pas in de loop van de middag wordt het daar ook een stuk droger. Maar in de rest van het land is dus vandaag best wel rustig weer. Temperatuur 15 tot 18 graden, misschien lokaal 19 langs de Oostgrens. En een wind uit een zuidwestelijke richting, slechts uh, matig. Windkracht 3 tot 4. Dan krijgen we vanavond en vannacht Koningsnacht, een uh, overwegend droge nacht. Misschien nog een enkele bui hier en daar, maar ik denk toch grotendeels droog. Dus dat is goed nieuws voor de mensen die nog naar een feestje gaan. Uiteindelijk wordt het dan morgen wel nat, want we krijgen aan het einde van de nacht te maken met een, een laagdrukgebied. De wind gaat aantrekken en morgen overdag op Koningsdag kan de wind aan de Zeeuwse kust zelfs hard worden. Windkracht 7. Zeker in het zuiden van het land verloopt de dag echt kletsnat. In het noorden is het toch in de middag vooral een stukje droger met ook af en toe wat ruimte voor de zon. Maar in het zuiden verwacht ik weinig zon. Er valt gemiddeld over het land 9 mm, maar in het zuiden misschien wel 10 tot 15 mm. Nou, koud ook, gemiddeld een graad of 12. Ook op zondag fris met nog regelmatig regen. Maar de dagen daarna worden het toch allemaal weer wat rustiger. De neerslag verdwijnt, de zon laat zich steeds vaker zien. En de temperatuur gaat ook weer wat omhoog. En komt rond de normaal te liggen voor deze tijd van het jaar met een graad of 16. Fijne dag!